Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben hier met Sprinter en ik weet, je mag haar nooit aan het bed zetten, want ja. Maar dat moet nu even, ik doe haar deken af. Vreemdpaard. Beestjes om en dan ga ik inrijden. Maar ik let ondertussen nog wel wat. En ik ga haar even inspringen. En pretje op haar ogen doen. Dus ze heeft de peesjes om en ik heb een nieuwe zweep. Bruin met groen voor Kingy. Nou, ik heb net even de schok uitgedaan en daar staat Irentje. En ze is helemaal ready. En ja, nu ga ik even dat zwembadje daar. Ga ik nog even weer bij de hindernis zetten en Sprinter er hele mooie oren in, Spitty. En ja, dan ga ik nog even inrijden. En dan, ja, dan gaan we verder. Nou, Sprintertje is al een beetje bezig tussen slijmpaal. En we hebben een beetje ingesprongen nu, die kleine hindernisjes. Nu gaan we er wat hogere doen, zoals de havens, de tonnen en het zwembadje. En we gaan eerst de havens doen. Nou, ik heb een paar hindernisjes gedaan op film. Maar nu ga ik zelf even nog wat springen zonder te filmen. Anders ben ik ook de hele tijd bezig te filmen. Ik denk, misschien film ik nog een paar, misschien. Maar dat... Sprintertje is gewassen en ik kan geen... Ja, Sprinter vond ik niet zo heel leuk. Maar nu ga ik... Sprint, geen... Nu ga ik kijken of Brammetje er is. Dat is mijn kat. Niet weglopen. En dan ga ik kijken of ze elkaar leuk vinden. Ik ga eens kijken of die is. Nou, ik had geen zweetmes, dus ik gebruikte een spin. Is Brammetje er? Kijk eens, Bram. Oh, kijk eens, Sprint. Oh, Brammetje. Brammetje baas. Brammetje baas. Nou, ik loop nu weer terug. Even een capje op. Ik word lekker nat. En ja, ze vond het best spannend. En de katjes vonden het ook spannend. En ja, we hebben nieuwe babykatjes genomen, omdat onze lievelingskat was weggelopen. Dus we kregen twee nieuwe babykatjes. De rode heet Bram en de andere heet Liesje. Ik noem ze Bami en Dino. Ik weet niet waarom.
Dat vind ik leuk. Nou, nu rijd ik even naar... Nou, ik ben thuis. En daar zijn Kingie en Mitte. Hi Kingie. En ik galoppeer meestal van helemaal daar, helemaal hier. Dus zeg maar, daar bedoel ik gewoon de hoek van de bocht. Tot met hier. Maar het ging zo snel. Ik had het wel op film. Ik weet niet of ik het in de video doe. Dus loop maar weer. Hey, mutsje. En dat moest ik heel even opnieuw doen. Dus dat deed ik even. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En doe een duimpje omhoog. Dus tot de volgende keer. En doei!